Oké, die money helemaal moest af van Dubai en die weekend, ja, dat kon dan niet meer kijken. Ja, hoe we nu af gaan naar de monarchie, dat is vals en Laat Paramaribo drie maanden onder water zijn. Het is goed, die mensen uit te zeggen. Grote delen van het district Brokopondo zijn getroffen door een enorme wateroverlast, welke het dagelijks leven, het onderwijsproces en de productieve inspanningen in deze gebieden enorm heeft ontwricht. De door wateroverlast getroffen gebieden zijn inmiddels ook tot rampgebied verklaard. Namens de totale gemeenschap van het district Brokopondo vragen wij via u aan de regering om de hulppakketten te vervangen met een financiële bijdrage en deze uit te keren aan de getroffenen. Deze pakketten bevatten namelijk producten die vervallen, verouderd zijn en die niet voldoen aan de behoeften van de lokale bevolking. Met een financiële bijdrage zullen wij in staat zijn zelf te beslissen over de samenstelling van ons voedselpakket. Het onmiddellijke oprichten van een compensatiefonds met een minimale inleg van SRD 400 miljoen zijn de maximaal 10% van de energiebesparing als gevolg van het hebben van stuwdam in eigen beheer. Dit bedrag zal speciaal bestemd zijn voor drastische verbeteringen van de zeer erbarmelijke leef, woon, leer en inkomstenomstandigheden van de getroffenen in Brokopondo. Voorts dient een deel van dit bedrag in de vorm van contante bedragen uitgekeerd te worden aan de getroffenen, zodat voorzien kan worden in de directe behoeften die als gevolg van het wateroverlast ontstaan zijn. Het opzetten van een crisisplan, tenminste inhoudende, eventuele korte of lange termijn evacuatie, schadevergoeding, rampenbeheersing en inlopen achterstand in het onderwijsproces als gevolg van de wateroverlast. Het onmiddellijke laten instellen van een diepgaand, deskundig en onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de waternoodramp in het district Brokopondo. We indienen een petitie die zit hier namens Brokopondo voor bijgeonotaki ongurokonetapo onom libenape omdat Brokopondo no matanso. Uno no okonda pe moroko launa wagi chakonja moroko propaganda. We okonja giwi belang no omdat adora yoru. We indienen een petitie die zit hier namens Brokopondo voor u. Ja, thank you. Umus donatafra. Ja? Dat is oplossen begin. Om takan aus revi. Even net takan aus revi. Unoma fena oplossen. En je gi aan in a petitie. En dat we waarde dat jere. I defus don fu luku a probleem en lossen op. Ja? En wie odu alles al man. Lek volgens wat ik hoor. Viva Brokopondo!
president. We gaan lopen naar het kabinet. We gaan lopen naar het kabinet. We gaan lopen naar het kabinet. We protesteren. We gaan lopen naar kabinet. We gaan lopen. Ziet de situatie, Brokopondo ligt al 3 maanden plus onder water. De mensen verzuipen. En we zijn hier om een aandacht te trekken van de regering. Ja, we zijn hier als 1 Brokopondo familie om dan te praten met de regering en aan te geven wat, wat moet gebeuren. Dat de regering nou in actie moet. 3 maanden is veel te lang. De situatie in Brokopondo is erg. Kostgronden, landbouwgronden van de mensen liggen onder water. De mensen hebben geen eten. We kunnen het niet doen met voedselpakketten. Goedemiddag. Ik val met mij dat zo net een bevolking van Brokopondo een representatieve vertegenwoordiging bij de petitie naar de voorzitter van de Assemblee, naar het kabinet van de president. Jammer genoeg, de president is in staat om te fieren voor de petitie zelf in ontvangst. Maar als hij een directeur komt, en een tak tangi dat hij de bereid voor de petitie in ontvangst. De bedoeling voor de Pissuroko Saoudouja, voor Namku, de Wangi, moro nationaal, maar ook nog internationaal aandacht. Na de situatie zij doen ze voor naar Brokopondo. Ik denk alles maar sabi mina dagelijks leven, leki DNA lid, politicus door Karuno, maar als Sansao Koduna Paramaribo ja heeft niks en nogmaals niks te maken met partijpolitiek. Alles maar sabi si ja sonono, nas maar sabi firgi Brokopondo, na chief doti na Brokopondo sma. Hierstrana sapsana probleem sa Brokopondo abi ude iwa waters no 3 mokba. Ano 3 molanga ude. Mi fin ta grand lanti serna pakawro ko moro serious. Onu Brokopondo no konja ko yagi grand lanti tak dem gwede no bon. Ano dat na widul. We wani ab mwa betre Brokopondo, mwa betre libi gitamara. Ma a libi sande ja no sa we libi ja de sma fwe tan ondro watra. Ala de sak man Brokopondo sa idu an landbou gronde ondro watra drimu. Ching manang en vrouw alas ma gesin na drimuk ba de vrouw isilip de oso. En no as ma no ma ko temi tak wa ekta wa help ko in Brokopondo tenang a dipte de ono chien. Fade ma i libi neti na kuske bit ja na so wan libi dapetu. Wata gudu san e bau ja op na dape aik moto konja bau ja op. Mek a gudu ja go dape teruk tu. O wan chien. A go tu na dape aik moto konja. Say de mek de gudu de alaisi moni na nikeri de ne pure chako na Brokopondo. Say de mek a grunto moni na sara sara makade ne pure chako a Brokopondo. Uno wana sandat moro. A stiu dam sa de dape ab moni say puru miliade na US dollar. Wa del fen fluyeter tore ko ina distrek u waneng en am de ape yuwa fons. Fu yepi de na ko umelenga fu nanga userefi. Na yaren a stiu dam de next fen uno feni. Na soso watra ondro watra wetang uno wana sanat moro tak tak prosent pu a energy
naar Brokopondo lever. We kiezen 1% aan stroom. Een moro slechte kwaliteit stroom landt in Brokopondo. Alla sanda pe eiskase bron televisie bron. Soma i verkuti. Dem ko sabiti de takuda ay uno sribi moro. En dem first attack asana business we do wine yagino asman. Masawab da pe we boho wen. De pasifunu. If you reja na nga yuwagi egona tapsi a afslak fugo na bronswek. Fi dorationi ala de broki dat koti. Na soso bypass lanti eme ki dape. We reja na uno udoro kopa na mbapet meka broki dat broko luku. Na direct overheid egi toeste meka broki to. Na we eis de tak de mek de broki. If they no ma mek de broki dem sabi tak no wa wagi ne reja pe suar matri ne reja de pasi dat moro. Victoria am koina busan fu Brokopondo. Victoria na no unu stal weide. Het toekennen van de gronden behorende bij het staatsbedrijf Landbouwmaatschappij Victoria LMV in het district Brokopondo aan de gemeenschap van district Brokopondo voor het uitoefenen van duurzaam landbouw. Dit zal een van de duurzame oplossingen zijn in het kader van voedselzekerheid en inkomstengenerering ten behoeve van de lokale bevolking. De recente overstromingen in het gebied hebben aangetoond dat het verbouwen van gewassen op hogere terrassen noodzakelijk is om derhalve van overstromingsschade te minimaliseren of te voorkomen. No one of the F1 miljonair de Janas para Maribo Barika tak yoko tek Victoria le fale tek Brokobaka. De tek Fidra. De tek Babuhol. Victoria never no ma photo FN. Nooit wa moni ma photo FN moro. E una aptera keuze. A situatie sa ude in Brokopondo. Ano wa makkelijk situatie. Dus we aksi a regering vanuit a pres dis we aksi a regering tak tanga no uno shi ete. A regering Baka ayur disi ubuskiswa bereg Brokopondo in zijn totaliteit, een gemeenschap voor Brokopondo. En meka dit duidelijk dat ons donja zolik lid voor noa enkele politieke organisatie. Ons donja zolik one Brokopondo familie.